mensen zijn die je herkennen, weet je. En wij hebben ons redelijk afzijdig gehouden nou de afgelopen paar maanden. Maar ja, mensen hier in de flat, papa. Bepaalde mensen, als die onze video zien, die herkennen ons meteen, weet je. Dames en heren, de rechtbank. U bent Marcos, geboren 7 oktober 1985 in Campinas. Ja, klopt. Dat klopt. Ja. En dan kom ik bij u. Atkinson, geboren 12 september 1984 te Campinas, Brazilië. U zit hier als verdachte. Dat betekent dat u goed moet opletten wat er gezegd wordt. Dat betekent ook dat u niet verplicht bent om antwoord op vragen te geven. Dat is u duidelijk? Ja, helemaal duidelijk, ja. Geachte rechtbank. 4 november 2012 en 24, 25 juli 2013 zullen data zijn die voor veel mensen altijd met zwart omrand zullen blijven. Drie personen, de een weer na lange tijd genietend van het bos, het mooie weer. De twee andere personen genietend van de zomer en hun leven samen, worden om volstrekt triviale redenen uitgekozen als slachtoffer van deze twee verdachten. Deze twee verdachten die hier vandaag ook allebei voor uw rechtbank zitten. Het eerste feit betreft het slachtoffer Smit. Meneer Smit gaat op zondagmiddag om 1 uur of 2 uitwandelen met zijn beide honden. Pas woensdag wordt na een uitgebreide zoekactie het lichaam van Smit gevonden in een greppel bij het Dwingelder Veld. Smit blijkt door schoten om het leven te zijn gekomen. En dan kom ik op het tweede feit. De gewelddadige dood van het echtpaar uit Exlo. In de slaapkamer worden de lichamen gevonden. Doodsoorzaak, verstikking ten gevolge van samendrukkend geweld op de hals. Dat wat betreft de uitkomst van de sectie op de lichamen. Zullen we daar ook maar gewoon mee beginnen, dan met de OVC beginnen? Ja, laten we maar met de OVC beginnen. Wat misschien goed is om te weten is, alles wat we nu laten luisteren, hebben we hier geheel geassist voor jullie, zodat je mee kan luisteren. Ja. En we beginnen te luisteren naar de afluisterapparatuur die geplaatst is in de woning. Ja. Dan horen we een gesprek tussen de twee broers en dan, je zult het zo beluisteren. Over het motief. En het herhalingsgevaar blijkt heel erg duidelijk uit het stukje. Dus dat is echt welke straf je ook opgaat.
Het feit dat ze heel duidelijk aangeven dat ze plannen hebben, maar ook dat het motief geld is. Maakt het ook uit dat ze echt zeggen van dit is het leven waarvoor we gekozen hebben? Ja, dat, ze dat, ja, zo, dat is voor het recidieve gevaar is dat van, ja, heel groot belang. Ja. En de volgende keer, hè? Dat geeft, ja, ook een hele... Kijk, als dit blijkbaar iets is waar zij vol voor gekozen hebben. Ja, en dat... ook dat ze een beetje het al... Hè, ze hebben nu stress en dat zien ze een beetje als beroepsrisico. Ja, ja, dat geeft, ja, de... Ja, echt heel brekend. Ja. Ik vind het wel opvallend als je het hoort... dat ze zo, ze praten zo zachtjes. Ze zijn echt aan dat, ze zitten gewoon in de beslotenheid van hun huis, eigenlijk. Ja. Maar ze zijn echt zo stiekem, zo klinkt het. Ja. Als zij zometeen dingen gaan doen, kunnen misschien beter gewoon mensen pakken zoals die andere mensen die we al gepakt hebben meegemaakt. Want ik heb gisternacht, gisteravond heb ik nog een keer op het nieuws gekeken, ja. Maar er wordt gewoon totaal geen aandacht aan besteed, weet je wel. En als je bijvoorbeeld die vrouw die dingen zet voor ons boek, nou jongen, dat is groot in het nieuws, jongen, niet normaal. Hey, en drie van zulke mensen, weet je wel. Ja, als een Venus doen als de vorige keer bijna. Alleen dan het lijkt ook nog stom. Ja, dan heb je helemaal niks. En ja, dan stel je voor het gaat fout. Bij zo'n rijke persoon of zo. Maar ook wat groot in het nieuws, jongen. En misschien ook bij een andere persoon, hoor, die minder rijk is of zo. Maar, ja. Zo'n gemeenschap, die heeft in Brabant ook. Bergen-Eik, volgens mij ook. Ja, zeker zo'n dorpje. Het is niet goed voor ons hart, jongen. Sowieso niet, hè. En dan moeten we nog een keer weer rijden. Zo. Nou, spreek over zich daarin. Ja, nee. Nou, op het laatste en dan moeten we nog een keer weer, ja, weet je. Ja. Dat gaf toen ook aan voor de aanhouding dat we zeiden van nu moeten we doorpakken. Ja, ja, bijzonder, hè? En ook, het is niet goed voor ons hart. Ja. Ja, bizar. Koelbloedig. Ja. Dat lijkt er wel op, ja. Ja. Goedemorgen. Hier. Ik ben hier. Goedemorgen. Welkom. Dag. Welkom in ons mooie pand. Hey. Heel mooi pand. Dat wilde ik graag horen. Maak confetti. Ik zat erop te wachten. Ik zat er al op te wachten. Okay. Ja. Hetgeen ons hier brengt en bindt is natuurlijk dezelfde zaak. Alleen we hebben elk een andere verdachte. Ja. Twee broers. We hebben gezegd laten we maar eens om de tafel gaan. Want deels kunnen onze belangen parallel lopen. En dan denk ik aan de mogelijk... op te leggen een levenslange gevangenisstraf. Ja. Dan kunnen we samen optrekken. Deels kun je ook onderweg misschien tegenstrijdige belangen krijgen. Maar dat zien we dan ter plekke wel. De beide mannen zijn al in het Pieterbaancentrum geweest. 7 weken hebben de eindconclusies gehoord en de adviezen... dat waarschijnlijk er bij de beide mannen, hoe onwaarschijnlijk ook... geen gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis is vastgesteld. En ook geen TBS-advies is gegeven. En waar wij naar verwezen hebben, naar de adoptie... daar heeft Pieter Baan gewoon heel simpel van gezegd... jongens hebben geen last van de adoptie, hebben ook geen wens om ouders te vinden... dus ook dat hele pad sluiten wij uit. Dat maar is... jongens zonder, of laat ik zeggen, vrijwel geen documentatie. Nee. Ja. Ik heb mijn cliënt Marcos, onze cliënt, nog even gebeld. Hij zei, anker een inbraakje. Ja. Ja. En dan krijg je... voor mij althans, min of meer uit het niets... krijg je een explosie van geweld. Ja. Ja. Willekeurige slachtoffers. Ja. Boom, pief, paf, poef. Ja. Onze cliënt vertelt over hele specifieke gebeurtenissen in Afghanistan. En ik ben ook oud-militair. Ik weet dat alles gerapporteerd wordt. Zelfmoordaanslagen en dergelijke. Die heeft die assistentie moeten verlenen. En er zijn mensen bij geweest. Dus wij hebben ook gezegd, die collega's die er toen bij betrokken waren... die kunnen ook bevestigen dat cliënt in ieder geval daar was. Maar die kunnen ook bevestigen dat cliënt heel veel last heeft gehad daarna... van wat hij heeft gezien. Ik bedoel, lichamen die uiteen zijn gereten. Dat hij daar van alles moet doen en opruimen en bewijs verzamelen. En dan zeggen dus de witte jassen... Ja. Die zeggen in wezen, dan vat ik het kort in plat Holland samen, nou weinig aan de hand. En dat betekent, nou ja, we hoeven, we kunnen heel reëel zijn, dat betekent dat je richting levenslang kunt koersen. Ja. Ja. Klopt.
dan moeten wij denken aan een contra-expertise. Dus wij moeten, althans dat is onze visie op dit moment, zoeken naar een klinische contra-expertise. Ja, daar hebben wij het ook over gehad. Hebben we door de telefoon al over gehad. En nou moeten wij moeten zoeken naar alternatieven. Waar moeten we naartoe? Gelet op het feit dat Admilson in Almelo iets heeft geprobeerd. En in Groningen aan de Hooghoutstraat de arrestantenverzorgster in de houtgreep heeft genomen en tot de laatste deur is gekomen. Dat was de laatste verhoor voordat hij bekend heeft. Dat was het verhoor dat Marcos al had bekend. Ja. Toen heeft hij gedacht, het is nu of nooit. En hij heeft aan die arrestantenverzorgster een paar keer gevraagd, hoe werkt dit en waar is die badge voor? En zij heeft dat toen uitgelegd en vervolgens heeft hij haar vastgepakt en hij heeft haar badge gepakt. Eerste deur, tweede deur. En in haar verklaring lees je ook, ik dacht, alles behalve hij naar buiten. Ja. Mm-hmm. Maar er zijn haren op de vloer gevonden. En uiteindelijk is hij bij de laatste deur overmeesterd. Maar hij was echt bijna buiten, kun je afvragen. Dan hebben we dus een groot beveiligingsprobleem. Althans, voor jullie. Ja, het is wel getraind militair, hè? Dat houden ze niet zomaar uit. Nee. In Vught zit die dubbele of extra sterrenafdeling. Ze noemen dat de ASO-proefkliniek. Daar is alles dichtgekit, afgelast. Daar kun je niks doen. En dan kom je ook niet naar buiten. Dat klinkt niet heel prettig. Nee. Nee. Maar we moeten iets zoeken wat veilig is. Ja, het spijt me, maar dat is inderdaad wel ook... Ja. Kijk, dat is in Vught, zeg je. Dat is Vught, ja. Want wij zeggen hier nu ook, we hebben het liefst dat ze gezamenlijk worden geobserveerd. Ja, omdat als equivalent te laten gelden moet het wel, want je moet die interactie tussen beiden zien. Ja, dus precies. Ja. Ja. Het feit dat ze allebei nog zo jong zijn, hè? Ja. Kijk, dan is levenslang... Heel lang. 60 jaar? Ja, precies. Ja. Dus ook even inleiden. Je gaat zo meteen. En wacht hoor. Even kijken. 12.06. Je gaat zo meteen een stukje horen over Dwingelenveld. Ja. Zodat Marcos even. Daarin vertelt hij dus wat daar gebeurd is en wat zijn rol daarin is. Ja, ja. Oké. Ja, nee, duidelijk. Hij liep daar gewoon met zijn hondjes. Van geen kwaad bewust ook. Hij genoot gewoon van de natuur, volgens mij. Toen hij op een gegeven moment op 2 meter afstand was. Toen, ik weet het niet. Marcos die keek omhoog gewoon zo voorbij. We zaten gewoon helemaal zo voorbij lopen. Ik weet niet wat ik deed, ik weet niet wat mij over. Ik weet niet wat mij bezielde, jongens. Ik weet het echt niet. Maar ik pak het wapen en ik schoot. Pop, pop, pop. 3 keer. Hij doet het helemaal na. Ja, blijft ook niet zitten, gaat staan. In zijn rug. Heel goed, wel bewust. Herinnering is er. Ik liep naar hem toe. Marcos liep ook naar hem toe. Marcos die had ook niet verwacht dat ik het zou doen. Ik had het niet eens verwacht dat ik het zou doen. Maar terwijl we naar hem toe liepen en bij hem waren, hij vroeg van wat willen jullie jongens? Op een hele zachtaardige manier. Hij wist ook dat wij gewoon jongens waren. Ja, natuurlijk, we zijn mannen. We zijn volwassen. Maar hij zei het op zo'n manier van, wat willen jullie jongens? En dat zal ik nooit vergeten, hoe hij dat zei. Wat willen jullie jongens? Was slecht. Hij was niet het materieel om, zeg maar,
ja, grote criminelen aan te pakken wil. En uiteindelijk uit te schakelen en het geld van af te pakken. Want uiteindelijk draait het om één ding, jongen. Eén fucking ding. Eén fucking ding. Eén ding. Maakt niet uit hoe. Eén ding. En dat is het geld. En ik ben helemaal kats van het pad afgeweken die ik eigenlijk wil volgen van criminele pakken eigenlijk. Maar in plaats daarvan deed ik oude mensen die keihard hadden gewerkt en een hele leven. Makkelijk doelwit. Begin is belangrijk, hè? Als je het over een motief hebt. Hij zegt het wel. Ja. En dat vind ik toch nog wel anders horen dan lezen. Ja. Dus echt, wat zegt die fucking geld? Zou ik nog het begin eens mogen zien? Ja. Hoe dat begint. Ja. Hoe herken je rijke mensen dan? Nee, wel, dat is dan de volgende vraag eigenlijk. En hoe kom je dicht bij ze? Nou ja, je moet eigenlijk een stukje bos hebben. Waarbij je je kunt verplaatsen en dan het liefst 's nachts, zodat niemand je ziet. En dan kun je observeren, dan kun je kijken wat ze doen en dan kun je juist het moment pakken om toe te slaan. Zeg maar. Dat is wat ik heb gedaan in Exo. Het is duidelijk, hoor. Ja, toch? Ja, het is heel duidelijk. Een heel duidelijk verhaal. Kijk, hoor. Oh ja, rolverdeling. Heb ik er nog bij gezet, hè? Ja. Ja. Nou, dat ze allebei getired waren en gewoon rustig op de grond lagen. Toen hadden we hen dus ook voorzichtig opgetild. En op het bed gezet, zeg maar. Zodat ze gewoon op het bed konden zitten. Daar zijn we. Jan, ik weet het niet, hoor. Maar Jan, die was heel... Oh, ja. Echt heel cool, heel rustig, heel... Hoe komt hij er nou bij om die mensen ook hun voornaam te noemen? Dat vind ik ook zo bijzonder. Ja. Heel vreemd. Ja, die vraag stellen de verhoorders niet. En toen ik het eerst lag, dacht ik, nou, de verhoorders zullen wel het hebben gehad over Jan en Greet. Maar die stellen geen enkele vraag. En hij komt zelf over Greet en Jan. Ik had een boekje gemaakt met pincode vragen, dit en dat vragen, zus en zo vragen. Dus toen ze eenmaal op de bed zaten, toen zei Greet ook al van... Anders doen we even het grote licht aan. Ik zei, nee. We doen niet het grote licht. Dit is het Pieter Baan rapport. Algehele conclusie is eigenlijk... Geen ziekelijke stoornis, geen gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Hij lijkt te veinzen, het wordt geagraveerd, geanceneerd. We zien geen aanwijzingen voor een enige psychopathie of wat dan ook. Er is eigenlijk alleen maar onderzoek verricht naar dat PTSS-scenario. En daarvan zeggen ze, nou, daar zien wij geen aanwijzingen voor. Met dan als slotstuk... Geen behandeling binnen een gesloten kader noodzakelijk. En dat levert dan eigenlijk alleen nog maar de tweede stroom op. En dat is dan levenslang. Niet met zoveel woorden, maar goed, dat kun je er dan inlezen. Ja. En de grote fout die zij maken, en dat kun je hun als deskundige kwalijk nemen... is dat zij eigenlijk alleen maar
het onderzoek hebben gedaan in het kader van, is er wel of geen sprake van PTSS? Ja. Maar er vinden al nu recent, een aantal jaren, onderzoeken plaats in samenwerking met het ministerie van Defensie, hersenonderzoek bij veteranen, waaruit dus blijkt dat er een bepaald gebied is in de hersenen, als die mensen terugkomen van de uitzendingen, het verschil per persoon, dat het bijvoorbeeld het standje nog op rood staat. Ja. Dat zeg maar de emotieregulatie helemaal van slag is. Ja. En dat ze bijvoorbeeld gevaar zien waar geen gevaar is. En je leest gewoon eigenlijk het procesverbaal van Admilson, hoe hij eigenlijk in een neerwaartse spiraal tegenkomt. Ja. Softdrugsgebruik, isoleren, goed te stemmen en noem het maar op. En die onderzoeken vinden plaats en die resultaten die zijn best wel moet ik het zeggen, opmerkelijk. Ja. Alleen, zij kijken alleen maar naar PTSS. En uit die resultaten blijkt dat er niet alleen maar sprake hoeft te zijn van PTSS. Er kunnen ook andere dingen plaatsvinden in het hoofd. Ja. Dus reden genoeg hoor, wat ons betreft, om daar toch naar te laten kijken met Milsen. Het rapport van onze cliënt. Eigenlijk heel anders, maar ook weer onbegrijpelijk. Want ze komen wel tot een stoornis. En ze zeggen ook, die stoornis was er ten tijde van de delicten. Maar ze komen uiteindelijk niet tot het advies om daar behandeling voor te doen. Geen TBS-advies. Onbegrijpelijk. De rechtbank moet 12 december dus zeggen, ja, verdediging, ja, jullie hebben voldoende gaten geschoten in dat PBC-rapport. Jullie hebben recht op een soortgelijk nieuw onderzoek. Ja. Wij moeten nu bepalen, laten wij dat onderzoek in Vught doen op die afdeling door de mensen al daar. Of, simpel gezegd, huren wij een psycholoog en een psychiater, want wij zijn de vragende partij, in. He, wij zeggen, die psycholoog willen we, die psychiater willen we. En die gaan daar onderzoek doen en de observatie 24 uur per dag geschiet door het team. Die jongens zijn op hun vierde geadopteerd door dat gezin, natuurlijk met de allermooiste nobele bedoelingen. En dan zeggen ze hier al, want er is toen al onderzoek geweest in Brazilië. Mm-hmm. Op vierjarige leeftijd, zeggen de rapporteurs, nog voor de adoptie werd hij, dat is onze cliënt, reeds als totaal apathisch. Ja. Moet je eens voorstellen, hè? Ik heb het nog nooit meegemaakt. Een jongetje van 4 jaar en depressief beschreven. Ernstige verwaarlozing en gestoorde hechting hebben diepe sporen getrokken in zijn ontwikkeling. En dan gebeuren er uit het niets 3 gruwelijke delicten. 2, maar met 3 slachtoffers. En dan krijg je dit advies. Dan houdt het bij mij even op. Ja, onbegrijpelijk. En ik hoop bij de rechters ook. Ja. En daarom doen we alles weer over. We gaan alles weer over doen in Vught. Ja. 2V, spreekkamer 8. Dankjewel. De cliënt komt zo via de andere kant. Ja. Oké, bedankt. Steen. Dat is dus de paniekdrukker. Wat hè? Paniekdrukker. Beetje raar woord. Als je in paniek bent, druk je op die rode knop. Dan komen er 8 of 10 man met schilden en Hey, Marco. Alles goed? Ja, redelijk. Redelijk? Ja. Oké. Intussen ben je naar Gaben verhuisd. Ja. En nu zit je in Vught. Ja. Sinds 2 weken volgens mij. Ja, kijk, morgen precies 2 weken. Morgen precies 2 weken. Ja. Hoe bevalt dat hier? Ja, ik voel me hier meer op mijn gemak dan in de Piegraaf, want Piegraaf kwam door mijn cel, weet je. Dat was me veel te druk daar. Oké, dat bevalt niet goed. Ja, je bevalt me een stuk beter, ja. Heb je boer al gezien? Ja, ik heb hem nog een paar keer voorbij zien lopen, zeg maar, met lucht, hè. Als ik ergens heen moest en zo, dan zou ik hem daar lopen, echt. Maar je hebt hem nog niet gesproken? Niet? Ja, een beetje meer van hoi en dag, weet je wel. Maar voor de rest geen diepgaande gesprekken, zeg maar. Ja. We doen eigenlijk dat onderzoek van het Pieter Baan Centrum hier weer een beetje opnieuw. Maar dat doen we niet omdat wij vinden dat jij dat niet goed hebt gedaan. Zo moet je het niet zien. We zijn het niet eens met de conclusies die het Pieter Baan Centrum hebben gedaan. En dat is wel een beetje verschil. Je moet het niet denken dat je het, wat mij betreft, anders moet doen dan hoe je het bij het Pieter Baan Centrum hebt gedaan.
Er is niet een trucje om te zeggen van nou, je moet dit zeggen en je moet dat zeggen, want dan komt het allemaal wel goed. Zo werkt het niet. En ze gaan met jou gesprekken aan, die ben je nu natuurlijk inmiddels wel een beetje gewend, omdat je in het Pieterbaancentrum bent geweest. Dus psychiater en psycholoog gaan ook nu weer gesprekken met jou aan. Ook weer over de feiten. Ja, dat is natuurlijk moeilijk en confronterend. Maar dat zal er ook bij horen. Ja, ja, ik heb gisteren nog een gesprek gehad weer. Dus... Oké, je hebt al één gesprek gehad? Ja. Met? De psycholoog. Alleen de psycholoog, ook de psychiater? De psychiater heb ik ook al gesproken. Okay. De psycholoog was ik met het tweede delict al aan het over praten. Oké. Het zijn natuurlijk moeilijke gesprekken. Dus het zijn niet gesprekken waar je zegt van nou, we hebben even een leuk praatje en dan gaan we weer verder. En er zit natuurlijk wel wat diepgang in. Ja, klopt, ja. Ja. Ja, ik hoop dat het snel achter de rug is, dan heb ik dat beetje weer gehad. Verder is inderdaad anders. Ja. Ja. En waar het ook om gaat, wat belangrijk is, is hoe verhoud jij je tot, ten opzichte van je broer? Hè? Hoe gaat dat? Ja. Wat is die verhouding? Is goed. Ja? Ja. Zet hem op. Ja, ik ga mijn best doen. Ga ik ook vanuit. Ja? Ja. Ik zal even druk. Ja, liever die niet. Nee. Daar komen ze ook wel. Ja, maar. Maar heel snel. Hallo? Ja, Van der Meer, ik ben klaar met het gesprek. Mijn collega komt je zo ophalen. Heel fijn, dank u. Meneer, ja, u bent niet aan het komen de eerste ruimte verlaten. Jij mag het eerste ruimte. Oké. Okay. Precies. Prima. Mooi, bos. Hey, Robert. Ja, goed. Ja. Ja. Met jou? Hey. Hoe is het? Prima. Zit je goed, hè? Ja, ja. Ja? Maar je hebt hem gekregen vanochtend. Ja, 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 ze kwam vanochtend naar binnen. Ik voelde al meteen aan het pakket. Voelde ik al meteen ik heb wel haar elastieken gestuurd. Ja, oh, kijk. Ja. Want ja, dat kan je hier niet halen. Hier gevangenis. Ja. Hoe staat het met het onderzoek van de militair psycholoog? Van Mette bedoel je? Ja. Ja, geflauwd. Hij zei tegen mij dat hij klaar was. Dus ja, ik weet het niet. En hoe is dat? En zij komen altijd met z'n drieën. Ja. Lichthard, Van Mette en dan de assistenten van Lichthard. Dus ik weet het niet, joh. Nee, ik zeg, je merkt heel duidelijk, vind ik, in het Pieterbaan rapport, dat het militaire aspect eigenlijk heel snel over ingestapt. En als het al aan bod komt, is het in twee zinnetjes van ja, we weten eigenlijk niet wat we ermee aan moeten. Kennelijk wordt er geveinsd, maar ze maken er niet echt werk van. En ze stoppen alles in het hokje van PTSS ook nog eens een keer. En ze sluiten ook weer niet uit dat het kan. En ze gaan er ook niet op door. Dus wat wij... Ja, maar ze hadden ook zoiets tegen mij van ja, je slaapt goed, weet je wel. Dus... Je hebt die symptomen niet of zo, weet je wel. En slaap je goed? Ja, ik slaap laat, maar uiteindelijk als ik slaap, dan slaap ik goed, ja. Krijg je nu nog medicatie? Ja, ja, dat sowieso. Ja. Wat krijg je? Diazepam en... hoe heet het andere nou? Dat je... Antidepressiva. Ja. Ik weet niet of ik de goede moment heb uitgekozen om dat nou te zeggen, weet je wel. Maar ik kom niet. Maar de inhoudelijke niet? Nee. Ik kom niet op mijn eigen verdediging. Ik kom niet op mijn broertjes verdediging. En ik kom ook niet wanneer de uitspraak is. Ik heb vernomen dat de nabestaanden mij recht in de ogen aan wouden kijken als er... als zij hun verhaal gingen doen over het feit wat wij hebben gepleegd, zeg maar. Mm. En ja, ik weet niet of ik dat goed zeg, maar ik, ja, dat gun ik hun. Of, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Dus dan zal ik er zijn en anders niet. Dus ja, jullie zullen tegen een lege stoel aan zitten kijken. Die jullie aan het verdedigen zijn. Ja. Maar alleen bij de nabestaanden, als die gaan praten, dan zal ik er zijn. We zitten nu bij de rechter en die wil heel graag met jou, bijna één op één, toch doornemen wat er gebeurd is. Waarom heeft het zo ver kunnen komen? Snap je? En jij bent de enige die eigenlijk daar uitleg over kan geven. Dat kan Noortje niet, dat kan ik niet. We kunnen alle verweren voeren, we vragen onderzoeken aan, juridische verweren, alles. Maar wij kunnen niet die uitleg geven vanuit de persoon zelf. En het scheelt wel om mijn uitleg. Mijn verdediging maakt mij niet meer zo veel uit. Jullie verstaan je werk. En ja, de rechter die kan, ja, die moet dan maar vragen stellen aan jullie. Ik zal er niet bij zijn. En ik heb al tegen Marcos gezegd, want Marcos die wou ook... Die zat ook tussen twijfelen. Ja. En toen zei ik van jongen, ga jij nou maar gewoon lekker heen, weet je wel. Ga jij nou maar gewoon die kant op, want je weet het maar nooit. Voor jou kan het misschien altijd goed uitwerken dat jij in ieder geval je gezicht laat zien en zo. Maar waarom vind je dat voor hem wel dan? Ik probeer je te begrijpen, hè? Ja, het is nee, niet, ik nee, probeer ik snap niet het uit je, te trekken, helemaal niet. Nee, maar kijk, ik snap ook wel dat het beter is als je er gewoon bent. Ja. Dat snap ik, maar ik heb er geen behoefte aan, heel simpel. Nee.
Dus ik heb er lang genoeg over nagedacht, weet je wel. En ik weet niet of het een goede keuze is. Het is niet een goede keuze, dat weet ik ook wel. Maar ik moet er gewoon zijn. Maar ik ga niet heen. Ja, dat is alles. Dit is alles. Ja. Wat gaan we ermee doen? Ja, ik had het inderdaad gezien bij jou. Ja. Maar weet je waar ik over twijfel? Wat we gaan doen met deze spullen. Nou, niet alles natuurlijk. Maar kunnen wij alles terugbrengen naar de familie? Nou ja, voor zover herkenbaar, hè. Kijk, we kunnen hier niks meer van herkennen. Nee. Maar wat we wel weten is dat de camera's weg zijn. Oké, dat wisten we wel, ja. Telefoon. Ja. En voor een deel is het ook gewoon niet meer herkenbaar. Nee. Maar dit zijn wel spullen waarvan we inderdaad wisten dat ze weg waren. Ja. Het zijn niet spullen toevallig van andere personen. Ja, dit staat buiten twijfel. Ja, kijk, dat lag natuurlijk bij elkaar, hè? Ja, nou, dat is mijn vraag. Want hoe is het nou precies aangetroffen? Ik heb nog geen PV van bevindingen. Nee, hoe precies aangetroffen is, dat weet ik ook niet. Dan moeten we even wachten op het verbaal van Jan. Volgens mij was dit ook het spul wat Marcus had verstopt. Dat Appelson de dame ook niet meer wist. Maar dan moet ik het gewoon even nakijken in de verklaring. Ja. Ik weet dat ze gewoon al... Ja. Die foto's maakt het altijd even weer confronterend. Ja. Ja, we hebben ook net het nieuwste rapport binnen. Een advies van twee nieuwe deskundigen. Een psycholoog van Kasteren en een psychiater van Gestel. Ja. Eigenlijk is het advies wel wat gelijkluidend aan dat van het Pieter Baan Centrum. Dus we gaan op een paar punten wat korter door de bocht. Ja. Maar komen ook bij, als ik om dat recidieve gevaar weer uit, in die bijzondere relatie met de broer. Hè? Ja, ik ben een beetje teleurgesteld met betrekking tot de uitkomsten van het onderzoek. Ik had er iets meer van verwacht. Eerlijk gezegd. Ja. Jij wel. Toen ik dit eerst las, die conclusie, toen dacht ik, bah, hetzelfde ongeveer als PBC, maar ach, we moeten gewoon creatief zijn. Ik denk er wel mee. En we hebben een jonge jongen, afhankelijke jongen, met een zeer bijzondere interactie met zijn broer. Ja. Hebben wij niet bedacht, zeggen de deskundigen. Ja. En dit laatste onderzoek bevestigt dat eigenlijk nog wat meer dan sterker de typebaan. Sterker dan PBC. Ja. Ja. Dat doe ik een andere keer. Hey. Hey. Hallo, Marco. Hey. Hey. Had je het al ontvangen? Ja. Het rapport? Ja. Ook gelezen? Ja, ik heb even gekeken. Joh. Ik heb niet alles doorgelezen. Het slot even. Ja, precies. Ja. Conclusies. Precies, advies. Ja. Eén ding snap ik eigenlijk niet. Dat is nog steeds van... Dat in combinatie zou zijn met mijn broer, dan zou het recidieve gehalte weer hoog zijn, zeg maar. En als ik alleen ben, dan niet, weet je wel. Maar ik zie niet zo dat ik mijn broer aan de kant schuif dat ik hem nooit meer zal zien, weet je wel. Dus die combinatie zie ik niet. Nee. Ze gaan er eigenlijk al vanuit dat ik mijn broer nooit zal zien dan waarschijnlijk. Ja, dat is zo ook waar zie wij... ik het dan. Ja, dat was bij Pieter Baan Centrum, dat had je ook al zo. Ja. Daar liepen we toen al tegenaan. Dat is natuurlijk heel wonderlijk. Want hoe kun je dat nou zeggen? Want als er zeg maar, iets duidelijk is, is dat jullie onafscheidelijk zijn. Jij bent de belangrijkste persoon voor Admilson. En dat is andersom ook zo. En dan gaat zowel het PBC als deze beide deskundigen die zeggen... als ze weer samen buiten zijn, dan is er een hoog risico. Maar daar gaan ze kennelijk niet van uit. Nee. Maar dat is raar, want dan gaan ze er kennelijk van uit dat één of beide levenslang krijgen. Dat is de enige situatie waarin je, levenslang waar je krijgt, kunt zeggen dat de kans dat jullie elkaar niet meer zien, dat die aanwezig is. En alle overige, elke tijdelijke gevangenisstraf of combinatie met TBS... Zie elkaar weer. Zie elkaar uiteindelijk weer. Het zal een aantal jaren duren, maar je ziet elkaar weer. Maar als zij zeggen van, ze komen niet meer bij elkaar... dan gaan ze dus vanuit dat of één levenslang krijgt of allebei. Ja. Maar dan gaan ze op de stoel van de rechter zitten. En een witte jas moet nooit op de stoel van de rechter zijn... want dan zitten er al drie op het podium. Dan wordt het veel te druk. Ja.
Dus dat kan helemaal niet. Nee. En daar zitten wij ook mee. Want ja. Even, kijk, de langste tijdelijke straf is 30 jaar. Dat hebben we je verteld. Nou, dan moet je 20 van zitten in Nederland. Dus stel je voor, je krijgt allebei 30. Dan zie je elkaar na 20 jaar weer. Krijg je x aantal jaren gevangenisstraf plus TBS, kom je in beginsel ook weer thuis. Alleen bij die ene straf, de levenslange. Kijk, normaal zijn wij niet altijd heel enthousiast als TBS om de hoek komt kijken. Want TBS, daarvan weet je nooit hoe lang het duurt. Ja, klopt. Ja. Maar in de meeste gevallen, andere mensen die hadden bijvoorbeeld wel TBS opgelegd gekregen. Ja, ja. Dat is heel mooi dat je dat zegt. Heel veel mensen krijgen de TBS als de deskundigen zeggen, het gevaar is laag tot matig. Pieter Baancentrum zegt bij jou, laag tot matig, maar geen TBS-advies. Heb je weer zoiets vreemds? Dus wij moeten wel schieten. Ja, ze zeggen hier bijvoorbeeld, de huidige feiten zijn alle gepleegd samen met zijn broer. Zijn broer lijkt de drijvende kracht achter de overvallen te zijn geweest. Hij plande, organiseerde alles en betrokkenen hobbelden er achteraan. Nou, letterlijk, hè? Hobbelden er achteraan. Ja. Dan zou je eigenlijk zeggen, het is een beetje een volger, meeloper. Zie je dat zelf, zie je dat zelf ook zo? Want ik... Ja, nee, daar kan ik zich wel in vinden, ja. Want dat komt ook wel een beetje uit de stukken naar voren, hè? Ja. Admielsen zegt dat in feite zelf ook, hè? Ik heb dat nog ergens genoteerd. Dan zegt hij op een gegeven moment, ja, er moet één de baas zijn, één moet de beslissingen nemen, anders werkt het niet. Ja. Zo omschrijft hij dat. Nee, als ik geen meeloper was en heel stevig in mijn schoenen had, dan had ik mijn eigen huisje gehad en mijn eigen baan en noem maar op. Ja. Wij vinden ook dat de rechters moeten zien. Dat je een mens van vlees en bloed bent, je moet je presenteren, je moet je uiten, je moet wegblijven. Dat kan gewoon niet, want jouw broer had daar een wat andere, ja, ik weet niet hoe die nu denkt. Ik weet niet hoe je nu denkt. Weet jij dat ook, Marcos, of hij gaat? Want dat was wat twijfel. Ik weet het gewoon niet één. Heeft hij het idee van, het loopt voor mij toch heel slecht af? Ja, ja, ik ben de hoofdfiguur, ik heb de grootste verantwoordelijkheid, ik heb de zwaarste rol, van, het heeft toch allemaal geen zin. Nee, precies, ja, dat is een... Maar goed, ik vind wel dat als hij niet komt, dat hij toch wel jou een beetje laat zitten. En ik denk ook niet dat hij dat wil. Ja, ik had hem al gesproken. Misschien niet zo verstandig is om niet heen te gaan, maar het is zijn eigen keuze. Ja, maar dat heb je wel tegen hem gezegd. Ja. Nou, dat vind ik heel goed van je. En misschien moet je dat toch maar wat blijven doen. Ik zal het nog eens herhalen. Ja. Je hebt ook wel naar hem geluisterd. Wordt hij dat hij naar jou luistert? Ja, als we het nou eens omdraaien, dat zou voor het proces heel goed zijn. Zodat jullie samen verschijnen, dat is het mooiste. Waar zit de bel? Is die er niet? Ja, ik heb wel, maar ik weet niet of het licht is of... Ja, volgens mij is dat licht. Meestal zit het aan de zijkant. Zit er wat achter? Oh, het is gewoon open. Oké. Zie ik je volgende week. Ja? Open deur, dat is... Maar is daar niemand? Ik zie niemand, maar je moet wel terug. Dus moeten we meestal drukken, want hier hangt een toestel aan. Dat gordijn. Dat is voor de andere kant van... in die spiegel. Ik heb ook niks gezegd. Volgens mij licht. Ja. Ja. Ah. Dat is hem. Oh, ja, dat komt door die gordijnen, dat we het overzicht kwijt zijn. Uit mijn hoofd wilden de adoptieouders van de jongens eigenlijk initieel maar één kindje adopteren. Maar toen zij daar in Brazilië kwamen, kwamen ze eigenlijk voor het voldongen feit te staan dat er dus 4 kindjes waren, waarvan 2 nog in het tehuis zaten. Want de jongste 2 waren al geadopteerd door een Braziliaans echtpaar. En toen hebben zij, denk ik, het gevoel gehad van, ja, nou, je kunt er niet nu van de 4 die er waren, hoewel het nu klinkt alsof ik het over een nestje honden heb, maar zo is het natuurlijk nooit. Maar van die 4 zijn er nu nog 2 samen en die hebben ze samen geadopteerd. Er waren in ieder geval echt hele opmerkelijke beschrijvingen van allebei de jongens. Dat zij op hun manier een copingstrategie hadden ontwikkeld om die tijd daar in Brazilië door te komen. Maar heel apart, agressief, dus dat katatonische. Volgens mij kwam Marcos met larven of maden in zijn oor terug.
een van de twee jongens had uitgedrukte peuken op de rug. Althans, de littekens daarvan. Nou, dat was echt, dat is heel naar geweest. En volgens mij heeft de cliënt ook verteld dat hij zich nog kan herinneren dat ze die zand at. Goedemiddag, uw cliënt komt buiten. Oké, dank u. Ik heb het dus aan Nicky verteld, de psycholoog. Ik heb het aan bijna alle bewaarders nou verteld. Van luister, ik ga dan niet, weet je wel. Dus hou er rekening mee. Ik ga geen geweld gebruiken, maar ik ga niet. Heel simpel. En ik weet dat ik nou gedwongen word door de rechtbank om de 13e te verschijnen. En ik weet dat er niet een klinieklown op mij staat te wachten om mij over te halen om mij mee te nemen. Dus dat zal de IBT zijn. Of de EBV. En misschien allebei, weet je wel. Maar in ieder geval, en zij zullen dus hun opdracht moeten uitvoeren, lijkt mij. En ik zal hun niet spugen, ik zal hun niet trappen, ik zal hun niet slaan, ik zal geen fysiek geweld gebruiken. Dat heb ik duidelijk tegen Nicky gezegd. Mm-hmm. Ik zal geen een van die dingen doen, maar ik ga me wel verzetten in die zin dat ik niet meega. Ja. Iedereen adviseert mij om alleen te gaan. Ja. Zelfs degene die voor dezelfde delicten zitten als mij. Ja. Die zeggen van, ja. Hey, het maakt een wereld van verschil op je heen gaat. Kijk, als er 7 mensen het leven hebben gelaten, dan is dat toch wel even heel anders dan als er 3 mensen is straftechnisch. Daar hebben we het in Leeuwarden, de advocaten van Marcos en Michael en ik hebben het daarover gehad. Wat ons betreft is 3 levensdelicten net de weegschaal. Is dat levenslang of is dat een forse straf of is dat een straf met TBS? En hoe moet zich dat verhouden? Ja, maar kijk, ik begin nou net een beetje weer mezelf te worden, weet je wel. Ik ben nou bijna 2 jaar clean, ja, als je het zo mag noemen. Ja. Ik raak geen drugs aan, ik raak geen drank aan, helemaal niks. Ja, drank gaat sowieso moeilijk, maar ik raak het allemaal niet meer aan, weet je wel. En nu begin ik eindelijk weer een beetje mezelf te worden. En dat is het zwart-wit gedeelte, weet je wel. Want ik denk zwart-wit. Ik hou niet van grijze vlakken, zeg maar. Nee. En dus aan de ene kant heb je, zeg maar, de slechte ik, die ik nu ben. Want ik sta aan de andere kant van de lijn. Omdat ik dingen heb gedaan die gewoon niet normaal zijn. Zo was ik niet. En hier heb ik de goede ik. En nu botsen die twee met elkaar, weet je wel. Want de goede ik, die straft de slechte ik, zeg maar. En dus ik of ik krijg nou levenslang, of ik krijg nou voorwaarden met TBS, of TBS met voorwaarden, maak er iets van, weet je wel. Het is sowieso, luister, TBS met voorwaarden is niet aan de orde. Het is TBS met dwangverpleging en dan ga je naar een kliniek. Of dwangverpleging, of kliniek, of gevangenis, of AVB, of ik zit met mezelf in de knoop en ik kom er nou langzaam uit. Ja. En daar ben ik al lang blij om. ik hoef het. En ik verdien ook een straf. Heel simpel, weet je wel. Want de dingen die ik heb gedaan, daar herken ik mezelf niet in. En dat begin ik nou in te zien nu ik van de drugs af ben. En ja, ik weet niet wat ik erop moet zeggen, joh. Morgen. Hoi. Hoi. Hoe is het? Ja, een beetje verkouden nog, weet je wel. Ja, nog steeds? Of is het erger geworden? Ja, het is minder erger dan de vorige keer. Maar... En wat er op de zitting gebeurd is, dat die rechters willen gewoon bespreken wat is er nou precies gebeurd. Want je hebt wel, en Ad Milson ook, jullie hebben wel verklaard over wat er precies is gebeurd. Wat jullie hebben gedaan, hoe het allemaal is gegaan. Maar heel belangrijk zal ook zijn, wat ging er op dat moment in je om? Wat dacht je van tevoren? Wat hadden jullie van tevoren besproken? Wat deed je op het moment dat er wat gebeurde? En wat was je gedachtegang daarbij? Nu zijn een aantal uren in die woning geweest. Ja. En op het laatst, ja, hoe moet ik het zeggen? Hè? Dus, je broer heeft nog een zoekslag door de woning gemaakt. Er was geld overgemaakt naar de, via de computer, via internet naar de rekening. Jullie hadden de pinpas, de pincode. Jullie hadden eigenlijk wat je wilde hebben, waar je voor gekomen was. Dacht je toen van, nou, we gaan nu weg, we gaan nu de deur uit. Ja, dat had ik wel in gedachten. Ja. Ik dacht, misschien kun je de auto wel meenemen, dan zo ver mogelijk weg. Ja. Dat was jouw idee. Ja, kijk, dat soort dingen, dat krijg je dus ook volgende week. Als we het over de feiten hebben, krijg je wel dat soort vragen. En dan de vraag, wat vind je daar nu
allemaal achteraf van? Wat zeg je er nu op? Dat is ook een vraag die komt. Hoe zit dat? Wat kan je ervan vinden van de hele situatie? Ja. Ja. Gênant. Zielig voor iedereen, weet je wel, die erbij betrokken is. En ja, een beetje... ik heb in mijn leven heb ik proberen een vrij goed mens te zijn, weet je wel. En ja, dat is nu allemaal teniet gedaan, weet je wel, door die actie die ik heb gedaan. Ja. Dus ja. Rechterzijde. Nabestaanden. 4 rijen overhouden voor de nabestaanden. Pers. 2 rijen voor de pers. De recherche, 5 man. Dat 2 man achter van de politie. 1 met een benadeelde. OM 5 plaatsen. En dan de rest, de laatste rij gewoon vrij. U bent hier geboeid binnengekomen. Dat is correct. Want u wilde eigenlijk nu niet naar de zitting komen. Ik mag zo meteen even reageren. Ik zal even zeggen hoe het wat ons betreft gegaan is. Wij hebben een bericht gekregen waarin u aangaf dat u wel donderdag wilde komen. Als het spreekrecht van de nabestaanden aan de orde zou zijn. Maar dat u de andere dagen niet wilde komen. Correct. Het is niet alleen van belang voor de rechtbank, maar ook voor de nabestaanden, dat u toch bij de behandeling van de feiten aanwezig bent. En dat is de reden waarom de rechtbank een last tot medebrenging heeft gegeven. En omdat u zich, zo hebben wij begrepen, behoorlijk hebt verzet voordat u hier wilde komen, omdat u dat echt niet wilde, hebt u nu handboeien om. Ik begrijp dat dat heel vervelend voor u is. Valt mij. Dank u wel. Hij heeft zich verschanst tussen zijn bed en de muur vanochtend. Ja, hij heeft olie over zijn hele lijf gedaan en is toen tussen een spaan door, waar hij eigenlijk niet tussendoor kon komen, heeft hij zich als het ware geolieworsteld in zijn bed. Mm-hmm. Het heeft een uur geduurd totdat PW'ers een... Dopsleutel vonden. En toen hebben ze het bed uit elkaar gehaald. Ja. Toen hebben ze hem meegenomen. Hij heeft geen geweld gebruikt. Hij had pannenkoeken en water onder zijn bed gelegd. Ja, van, dat hij daar even moest bivakeren. Ja, als dat de hele dag zou duren, dan had hij tenminste te eten. Wat een bizar verhaal. Want normaal gesproken doe je dit soort voorbereidingen om te ontsnappen uit de cel. Ja, nou, en dan doe je het om erin te blijven. Ja, precies. Ja. Dat heb je dus nog nooit meegemaakt. Nee, nou, voor dat alles... je zoveel moeite doet om binnen te blijven. Ja. Voor alles... Nou, het is markant. Voor is alles markant. Een eerste keer. Succes vanavond, hè? Heb je nee, nog niet. Ja. En Neil speelt gelijk. Ja. Welkom collega's, de zaak van Marcos. Aanstaande maandag horen we de eis. Spannend, want ook wij weten niet waar de officier van justitie mee zal komen. Ik heb mijn pleidooi als volgt ingericht. Dat ik wil komen met 3 mogelijke opties. Ter vervanging van de ultieme sanctie levenslang. Want daar eindig ik mijn pleidooi mee, dat ik... diverse argumenten heb waardoor die levenslange gevangenisstraf niet moet worden opgelegd, maar ook niet in Nederland kan worden opgelegd wegens strijd met het Europees verdrag en de Europese jurisprudentie. Dus dan zeg ik tegen die rechtbank, ho, voorzichtig, niet doen, kies een alternatief. Nou, die alternatieven zijn, A zeg ik een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf, nou dan is de top is 30 jaar en alles wat eronder hangt kan ook. B heb ik gezegd, een combinatie gevangenisstraf en TBS, waarbij die gevangenisstraf niet al te lang is, middellang. En C, de combinatie lange gevangenisstraf en TBS met toepassing van artikel 37 p lid 2 strafrecht, een advies aan de rechter om na 1/3 of 2/3 al te beginnen met de behandeling. Is dat een verstandige strategie? Ik vraag mij dat eerlijk gezegd af. We zitten hier nu in de eerste aanleg. Ja. Er is... toch is wel heel duidelijk het onderscheid gebleken tussen de beide broers. Ja.
En ik kan me voorstellen dat de rechtbank dat onderscheid ook tot uitdrukking wil brengen in de straftoemeting. En voor de ene broer misschien inderdaad op dat spoor van levenslang gaat zitten. En als men onderscheid wil maken, betekent dat dat men voor de andere broer op een ander spoor, dus lager, zal moeten uitkomen. En als er dan een duidelijk advies ligt van de deskundige, zegt TBS is geen optie. Nou, dan zou ik helemaal focussen op een tijdelijke gevangenisstraf. Hè, want je weet ook, TBS kan uiteindelijk feitelijk ook op een levenslange detentie uitdraaien. Hè, in de vorm van een longstayplaats. En we zitten in de eerste aanleg. Hè, en je kunt zeggen, nou, laten we ons nu helemaal richten op... Ja, 20, te proberen 20 jaar. Een straf van 20, 25, 30 jaar. Maar Jan, het is een flauwe woordspeling. Maar dan ga je voor één anker liggen. Ik ga voor drie ankers liggen. Omdat ik denk, ik heb maar twee instanties. Ik wil geen levenslang. Evert ook niet. Dus ik kom met alternatieven. Ik geef die rechtbank handvatten van A, B of C, maar niet D. Ja, en straks kiezen ze voor een lange gevangenisstraf en TBS. En rolt deze meneer... uiteindelijk de long stay in en heb je uiteindelijk toch een levenslang voor elkaar gekregen. En dan bijt ik in mijn eigen staart. Ja. Heftig. Zeker. Ja, ik vond het behoorlijk heftig aan. Ik denk dat dat wel heel hard binnenkwam bij, bij de jongens. Ja. Hoor jij wat hij zegt? Of zit hij geluidloos? Ja, hij is ook prevelen. Ja, hij is ook prevelen, hè? Ja. Hij lijkt oprecht om wat hij dus die mensen heeft aangedaan. En soms is hij onder medicatie en dan is hij heel... Nou ja, is het bijna net een zombie. Soms is hij heel emotioneel en zelfs agressief. Maar op momenten zien we ook dat hij gewoon aan het lijden is. Dat zag ik vandaag heel duidelijk. Ik denk dat het ook de combinatie is, hè? Wat hij die nabestaanden heeft aangedaan. Mm-hmm. Maar wat hij zich ook heel goed realiseert, dat hij zijn vader heeft aangedaan. En waar hij zijn broers in mee heeft gesleurd. Ik denk dat dat de combinatie is. Ja. Nu hoor je het uit eerste hand inderdaad wat de gevolgen zijn. Je zag ook dat hij zich ook omdraaide. Mm-hmm. Bij de laatste spreker werd het niet op prijs gesteld. Maar... Het is heel frappant, hè? Bij Abdielsen merk je juist meer. Ik weet niet of jullie dat zien. Je merkt dat juist meer de emoties. Ja, terwijl je misschien wel andersom zou verwachten. Maar... Hij prevelt en hij huilt. Hij prevelt en huilt, ja. Hij kijkt wat omhoog. Ja. Ja. Maar ze zitten beide wel ook goed en oplettend te luisteren. Maar ik had het idee wat Nielsen betreft dat het nou vandaag voor hem klaar is, deze zaak. En hoe dit zich allemaal gaat uiten, dat weet ik niet. Dat zegt hij ook voor hem was deze zaak deze dag. Deze dag, precies. Het is voor hem klaar, straks. Ja. Ja, kom allen. We gaan de vijfde zittingsdag in van deze zaak. En dan geef ik nu de officier van justitie het woord. Ik houd de verdachten aan hun bij de recherche afgelegde verklaringen en ga ervan uit dat het motief financieel gewin is geweest. Ik kan het gedrag van de verdachten niet anders benoemen dan dat moedwillig, koelbloedig en zonder enige spoor van twijfel doden van hun slachtoffers. Vervolgens hebben zij ook nog eens hun best gedaan om zoveel mogelijk sporen te wissen en om bovendien dwaalsporen aan te brengen. Daarnaast gaat het hier niet om drie moorden die bijvoorbeeld op één dag of in relatief korte tijd hebben plaatsgevonden, maar er zat lange tijd tussen de twee zaken. Voldoende tijd voor bezinning, lijkt mij. Er was bovendien sprake van een bepaalde opbouw in de feiten, naast de wens om van fouten te leren. De maximumstraf die ik vandaag kan vragen is een tijdelijke gevangenisstraf van maximaal 30 jaar of levenslang. Gelet op alles wat ik vandaag heb betoogd en benadrukt, staat voor het Openbaar Ministerie vast dat een gevangenisstraf van een kortere duur dan 30 jaar niet aan de orde is.
Levenslang dan. Levenslang, het mag duidelijk zijn, is een straf in Nederland die alleen maar bij de meest ernstige, vaak meervoudige levensdelicten wordt opgelegd. Alles afwegende is het Openbaar Ministerie van mening dat slechts één straf voor deze verdachte passend is. En dat is de levenslange gevangenisstraf. Ik vraag u dat dan ook voor beide verdachten op te leggen. Dank u wel. Een levenslange gevangenisstraf is in Nederland, de streep daaronder, naar de mening van de verdediging inhumaan, uitzichtloos, perspectiefloos. Het betekent een definitieve verwijdering. Dat zeg ik ook al tegen mijn 6 levenslang gestrafte cliënten. Ik houd u geen worst voor. Dit is het beleid. Punt. Cliënten noemen het een uitgestelde doodstraf. En zo kun je dat zien. Wat een verschil met 20 jaar geleden. Mevrouw de voorzitter, in het Laagbaar College. Hoe de positie van Nederland toen was als land dat vaak een voorbeeld was voor de omringende landen. Maar we moeten nu constateren dat Nederland, als het gaat om de levenslange gevangenisstraf, een absolute uitzonderingspositie inneemt. Nederland heeft binnen de EU, volgens mij 28 landen, het meest rigide systeem. We hebben het gratieinstituut, maar dat is van cosmetische waarde. Het enige aardige is dat dat woord in de wet staat, maar de procedure is kansloos. Wat heeft de staatssecretaris gedaan? Die heeft in 2009 een levenslange gratie gegeven, maar die levenslange was terminaal ziek. En dat vergeet men. Wat had men moeten doen? Strafonderbreken. Dat was zuiver geweest. Maar wat heeft de staatssecretaris gedaan? Die heeft die levenslange gegratieerd. En wat zie je nu? Dat rechtbanken, hoven, maar zeker politici dat gebruiken. En die zeggen, gratie is er, gratie doet het, gratie werkt. Geen strijd met het Europees verdrag. Maar mevrouw de voorzitter, dat is natuurlijk uitermate misleidend wat hier gebeurt. Dat is een fopspeen. Het is wat cru wat ik nu zeg. Alleen terminaal zieke levenslangen hebben kans op gratie. Concluderend. Levenslang moet niet worden opgelegd, maar kan formeel juridisch in 2015 in Nederland ook niet worden opgelegd. Zijn wij van mening. De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of het opleggen van een levenslange gevangenisstraf in strijd is met artikel 3 van het Europees Verdrag in zaken de rechten van de mens. De praktijk van de levenslange gevangenisstraf in Nederland staat naar het oordeel van de rechtbank op gespannen voet met de eisen die uit het Europees Verdrag in zaken de mensenrechten voortvloeien, omdat er de facto nauwelijks perspectief bestaat op verkorting van deze straf. Dit is voor de rechtbank reden om niet over te gaan tot het opleggen van een levenslange gevangenisstraf aan verdachten, hoewel de ernst van de feiten daartoe wel aanleiding geeft. De rechtbank komt tot het volgende oordeel. Admielson, u wordt, ondanks uw voorgeschiedenis en uw persoonlijkheidsproblematiek, volledig toerekeningsvatbaar geacht. U hebt bovendien het initiatief genomen en uw broer Marcos meegenomen in uw plannen. De rechtbank veroordeelt u, verdachte Admielson, tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 jaar en legt daarnaast de maatregel TBS met dwangverpleging op. En de rechtbank veroordeelt u, verdachte Marcos, tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 jaar. Dat was het vonnis tot zover. Naar de verdachten toe. Nee, u hebt geen recht meer. U hebt geen recht meer om nu nog te spreken. U hebt geen recht meer om nu nog te spreken. U hebt de gelegenheid. Geef mij gewoon levenslang, joh. Ik ben degene die dit gedaan heeft. Ja. U hebt de gelegenheid gedurende 14 dagen om hoger beroep aan te tekenen.